Ik heb groot nieuws. Bob, tromgeroffel. Bob, stop! Maar ik hou van trommelen! Over 10 dagen komt mijn nieuwe liedje uit. Het gaat over mij en hoe ik verliefd ben geworden. Per ongeluk verliefd. Zo heet het nummer. Like de video als jij hem gaat luisteren. 31 mei op Spotify. Deze auto was ooit premium. Maar sinds de Lamborghini is toegevoegd, is die dat niet meer. Met deze auto rijden wij naar ons nieuwe Brookhaven huis. Wat er nog niet is. Het is heel belangrijk dat wij het YouTuber huis kiezen. Job, hoezo? Ik ben een YouTuber. Dat is eigenlijk de reden. Nou, niet helemaal. Het is je misschien opgevallen dat mijn facecam, dit hier is mijn facecam, er een beetje anders uitziet. En dat heeft wel weer te maken met mijn YouTuber zijn. Want hier in Brookhaven hebben we het ook. Oh, bijna vergeten. Eerst een kusje geven aan mijn playbutton. In ieder geval, ook hier zo, een groen scherm. Want dat is wat het is. Dit is een green screen. En green screen betekent letterlijk groen scherm. Oeh, vanwaar die naam? Het is een groen scherm. En wat kan je ermee? Nou, je kan het weghalen. Oeh. Dit is een mooi huis. En ik heb nog steeds mijn playbutton. Er is een mythe die zegt dat als je je playbutton vasthoudt, je niet geband kan worden. Eén manier om daarachter te komen, dat zit in de deur. Het enige nadeel voor mij is, normaal gesproken speel ik Brookhaven op mijn linker beeldscherm. Maar nu speel ik het op mijn rechter. Dus dat is wel een beetje verwarrend. Wow, dit is echt een coole roze kamer. En daar hoort een roze pinpas bij. En dat brengt mij ineens op het idee. We zetten hier gewoon een aantal pinautomaten neer. Wow, deze zweeft. En als ik dan de roze pinpas pak en ik ga er naartoe, dan krijgen wij daaruit Robux. Eigenlijk hebben we nu gewoon een oneindige Robux-machine. Wat doet die speler daar? Maar ik heb dus nog steeds mijn playbutton bij. Ik wil kijken of het waar is. Elke video zit ik vast in de deur. En of wij inderdaad niet geband kunnen worden. Hier is niemand. Maar we kunnen hier wel perfect aan deze kant nog een pinautomaat neerzetten. Dat is op zich best wel handig. Zit je op de wc? Hey, ik heb Robux nodig. Ga je deze kant op en dan haal je gewoon wat Robux. Oeh, kijk. Snel, snel, snel. Nee! Tenminste, met een matras is het altijd ja. Oh, deze auto is ook roze. Bijna alles in Brookhaven is roze vandaag. Uh-oh, ik heb de playbutton. Er kan mij niks gebeuren. Kijk, jij kan mij niet bannen, want ik heb de playbutton. Wow, volgens mij werkt het echt. Dus laten we hier een kijkje nemen, want hier hebben wij de kluis. Wacht, ik heb een grappig idee. Wat nou, als we een pinautomaat voor de kluis neerzetten, dan haalt niemand de kluis meer leeg. Omdat je hier gewoon Robux kunt pinnen. Dat is best wel handig. Maar met een groen scherm kan ik meer dan alleen mijn achtergrond weghalen. Ik kan mijn achtergrond ook veranderen. Naar taco's! Vooruit. Oh, lekker! Geef ze hier! Nee, Bob, dat is niet echt. Het is maar een achtergrond. Maar ik kan bijvoorbeeld ook naar het strand gaan. Lake Madison! Oh. Precies. Er is niet echt een reden waarom ik nooit een greenscreen gebruik. Oh, nee. Er staat hier een speler voor de deur en die heeft de deur net open gedaan. Ik heb de playbutton. Je kan mij niet bannen. Ik ben wel geband. Maar ik geef nog wel een kusje aan mijn playbutton. Wacht, misschien werkt het anders. Misschien kan je met een playbutton in je hand een geband huis in. Daar gaan we. Daar gaan we. Oh. Oeh. Kijk, mijn playbutton is wel binnen, maar ik niet. Oh. Wat? Ik ben 2 keer geband. Kan dat? Dat is me nog nooit gebeurd. Misschien moet ik mijn achtergrond rood maken. Ter ere van mijn geband zijn. Maar nee, er is dus niet echt een reden waarom ik geen greenscreen gebruik. Oké, we springen hier overheen. En weet je wat? Ik ben in een goede bui. Hé, mijn matras is ook groen. Stel voor, dit is gewoon altijd een matras achter mij. Dat is wel het grappige. Eigenlijk zou dat gewoon kunnen. Als je gewoon een groene deken hebt, dan kan je dat gebruiken als greenscreen. Maar moet je opletten. Ik wil deze speler een playbutton bij de kluis geven. Kijk eens aan. Oh, wacht even. De garage gaat open. En ik ben sneller binnen dan de auto. En dan snel hier naartoe. Oké, wacht. Ik weet het al. Misschien werkt het gewoon niet, omdat dit de gouden playbutton is. En hebben wij de zilveren nodig? Wacht eens even, volgens mij. Hé, een goud matras. Perfect voor de gouden playbutton. Maar volgens mij kunnen wij hierachter wel iets vinden. Oh, volgens mij zit een minikamer. Ja, kijk. Oh, je had er helemaal geen matras voor nodig. Ik zie wel een speler voor de deur staan. Maar ik ben dus nog steeds niet geband. Waarom heb ik zo'n gevoel dat dit dat huis is? Ik wist het. Wacht eens even. Dat is een gouden stoel. Dit is een gouden playbutton. Misschien kunnen we die wel tegen elkaar houden. Ah, helaas, er gebeurt niks. Eigenlijk is dit hier de perfecte plek voor het YouTube-huis. Ah, ik moet nog 2 minuten wachten. Maar nu wil ik toch nog een keer kijken of hier iets achter zit. Oké, daar gaan we. Wat zit hier achter? Oh, we zitten gewoon in de opslag. Oké, nu is het moment daar. Wij kunnen hier het YouTube-huis kiezen. Ik bedoel, denk erover na. Het YouTube-huis op het eiland is perfect. Want stel voor je bent net klaar met het maken van je gaming-video. Dan pak je de camera erbij. En dan kan je gelijk een super gave vlog maken. Hier op dit privé-eiland. En je hebt ook nog eens een prachtig uitzicht. Maar waarvoor ik hier eigenlijk ben, is het meenemen van de zilveren playbutton. Goud of zilver? Welke vinden jullie mooier? Er is natuurlijk ook een diamanten playbutton. Die krijg je bij de 10 miljoen abonnees. Dat is meer dan 12! Ja, Bob. Laten we het YouTube-huis goud maken. Oh, alleen de lampen zijn goud. En wat ik dan eigenlijk wil proberen, is hier naar beneden gaan. En dan hier een matras neerzetten. Want we zitten nu op het eiland. Oh, dat hielp niet echt. Er is namelijk een plek met een geheime kelder. Oeh, dit groene huis is echt cool. En er is iemand binnen met roze haar. Oké, we gaan proberen naar binnen te gaan. Oh,
De deur is gewoon open. En ik had mijn matras er nog wel bij gepakt. Ik hoef jullie denk ik niet uit te leggen welk huis dit is. Maar wacht eens even. Waarom is dit huis helemaal afgezet, maar wel gewoon open? Zou er ook een geheime zolder zijn? Laten we dat testen. Oh, niet echt. Oké, hier is een speler die net naar buiten gaat. Daar is het meisje met het roze haar. We geven haar een roze cadeau. Oh, ze gaat er net vandoor. Wacht, hier. Deze roze cadeautjes zijn voor jou. Ik kan ook mijn achtergrond roze maken. Best wel cool, hè? Oké, ik zie daar ook twee spelers boven. Laten we kijken. Volgens mij hoorde ik het geluid van iemand die geband werd. Laten we kijken of we die ook een cadeau kunnen geven. Oké, wacht. Ik moet eerst even het cadeau erbij pakken. Ga ik te laat zijn? Oh, ik heb zo'n gevoel dat als ik... wat? Oh, we worden meegenomen. Wat gebeurt er? Oh, we zijn ineens buiten. Wacht even, die speler die vliegt. Maar goed, wat ik eigenlijk wilde laten zien... is dat als je het hotel kiest op eiland 37... we moeten wel een goede naam hebben. Nou, laten we hem als allereerst eventjes groen maken. En dan noemen we het Groene Hotel. Vanwaar de naam? Omdat het hotel groen is. Maar wat ik jullie eigenlijk wil laten zien... is een heel groot geheim. Je gaat naar boven, je gaat naar beneden... en dan kan je hier doorheen vallen, kijk. Maar dat is het nog niet. Momentje. Als je dan hier een matras neerlegt... en dit kan dus alleen op het eiland. We gaan kijken of het werkt. Kom op, kom op, kom op. Dan zit je... onder het eiland. Of eigenlijk onder het hotel. En waarom is dit zo gaaf? Nou, gewoon. Het is gewoon gaaf, oké? Sorry, ik heb daar niet echt over nagedacht. Nou ja, het is gaaf omdat het is eigenlijk een geheime kamer. En ik speel Brookhaven nu al jaren. Dus het is gaaf dat ik gewoon... gaaf. Hoe vaak heb ik dat woord al gezegd? Dus het is cool dat ik gewoon nog steeds nieuwe dingen kan vinden. Kan ik hier doorheen trouwens? Waarom werkt dit ineens niet? Oh, nu kan ik naar buiten kijken. En weet je wat nog meer cool is? Mijn blauwe achtergrond. Wow, dit huis is gaaf. Cool. En wat veel mensen trouwens nog steeds niet weten. Je kan zeg maar een brief pakken. En als het goed is, kan je die dan... hallo, ik ben cool. Kan je die dan hierin stoppen? En dan heb je hem verzonden. Oké, weet je wat? Laten we hier naar binnen gaan. Bij dit huis heb ik altijd het gevoel dat er nog een geheim is. Omdat de kluis zo makkelijk verstopt ligt. Maar nee, het ziet er nou uit van niet. Oeh, kijk. Het appartement. Ik heb het jullie volgens mij al een keer laten zien. Maar het kan best zijn dat het nu niet meer mogelijk is. Als je hier een matras in de supermarkt neerzet. En je springt daar tegenaan. Oh, kijk. Dan ben je gewoon in het appartement. Wacht, volgens mij... huh? Wat? Hoe kan dat? Hé, wacht, dit heb ik nog nooit gezien. Heeft deze speler net het appartement weggedaan? Ja. Nou, ik zou er nu natuurlijk kunnen wonen. Wacht eens even. Wat zie ik daar in de verte? Sommige spelers, die zijn echt super creatief. Ik bedoel, kijk. Er is hier gewoon een zwemfeestje gebouwd. Wow. Wat is er met dat huis? Ik dacht even dat het dak nog niet af was. Maar dat hoort zo. Maar dit huis is zo super nice. Tenzij je in de deur vast zit. Want net zoals het scherm achter mij is ook dit bijna allemaal groen. Maar het mooiste van allemaal is natuurlijk... dat je hier doorheen kan. Maar wat ik eigenlijk wil checken... wat als we dan met een matras hier weer doorheen gaan? Oh my gosh, kijk. Ik zit zo vast in de map dat je alleen maar hanekam ziet. Oké, misschien als ik Wolf type. Oh nee. Nee, ik zit echt nog steeds helemaal vast. Er zijn veel mensen die hopen dat je het telefoontje in Brookhaven uiteindelijk kunt gebruiken voor bijvoorbeeld het maken van selfies. Want je hebt natuurlijk wel een knop waar je op kunt drukken. En dan kun je een beroep kiezen. Zoals bijvoorbeeld bij het nieuws werken. Oh nee, laat maar. Dat is hoe je iemand kunt bellen. Sorry. Oh, dit ziet er super gezellig uit. De vraag is alleen, gaan we geband worden? Ik ben benieuwd. Er staat een timer in beeld die bijhoudt hoe lang het duurt voordat we geband worden. Ik ben... kort. Heel kort. Oh my gosh, je ziet het vanaf hier. Oeh, er is daar een bus. Daar wil ik naast gaan zitten. Ik ben benieuwd waar we naartoe gaan. Nergens. De bus staat stil. Waarom is Bacon Hair boodschappen aan het doen bij het zwembad? Vaak kun je gewoon zien wanneer het iemand zijn eerste keer is in Brookhaven. Er zijn mensen die mij hebben gezegd dat ik moet proberen naar het dak te gaan van de bibliotheek. Want voor als je het niet weet, hierachter, daar ligt het geheime boek. Maar wat ligt er dan hier op het plafond? Oh... waarom hebben jullie mij dit gezegd? Oh my gosh, kijk dan. Huh? Er was een soort van mini dunne kamer. Abonneer voor meer en adios.